Gamen doen we tegenwoordig allemaal op van die mooie platte televisie. Het ziet er prachtig mooi uit, 1080p, 60 frames per seconde. Maar het grootste probleem van die mooie platte tv's is de audio. Die is meestal te ruk voor woorden. En ja, je kan natuurlijk een 5.1 setje neerzetten zoals ik hier thuis heb staan. Prima, je kan een headset opzetten. Maar elke fabrikant van audioapparatuur komt tegenwoordig met van die cinebars, van die soundbars die je onder je tv kan zetten of boven je tv kan hangen. Het voordeel daarvan is dat je geen speakers met allemaal draden om je heen hebt zitten, je hebt geen headset op. Het is gewoon een fijn barretje onder of boven je tv. Vandaag heb ik twee soundbars om te testen meegenomen. Het zijn twee teufels en laten we beginnen met deze. Dit is de Teufel Cinebar 11. We beginnen dus met deze, de Cinebar 11 van Teufel. Ik moet wel zeggen, elke audiofabrikant die maakt die jongens tegenwoordig. Dus je hebt ze van elk merk. Teufel is een Duitse audiofabrikant en ze verkopen deze dingen alleen online. Dus je kan ze niet fysiek halen in de winkel, dus je moet ze online bestellen. En als je dat doet, dan krijg je, als je deze bestelt, thuis twee grote dozen. Daar zit in de ene doos zit deze met de bekabeling, dat is een stroomkabel. En een afstandsbediening. Zo'n soundbar heeft misschien wel hetzelfde probleem als de platte tv. Het heeft niet heel veel volume. Deze is 5,4 cm hoog en 7 cm diep. Dus daar moet wel een beetje klankkast bij zitten. En dat komt in de vorm van deze subwoofer. Helemaal van hout. En misschien wel het belangrijkste, hij is draadloos. Ja, als je hem zo bekijkt, dan zie je ze misschien al zitten. Hier zitten 8 speakertjes, oftewel 2 tweeters en 6 mid-range drivers. Moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Hier in het midden zit een display waar je alles op kan aflezen. Dus waar je hem hebt aangesloten, optical, HDMI, het volume en dat soort dingen. Kijken we achterop, er zit niet zo gek veel. Hier wel haakjes om op de muur aan te sluiten. En hier 2 HDMI poortjes en ingang en uitgang. Dus je kan, als je je console hebt, die kan je zeg maar hierop inpluggen en kan je hem doorlussen naar je tv. Aan de andere kant gaat hier de stroom in en hier een optische poort. En dat zit eigenlijk. Ja, bovenop hebben we hier nog een powerknop, een volumeknop, een source knop en een audio in. Dus waarmee je dus met een mini jack iets kan aansluiten. En over aansluiten gesproken, laten we dat meteen doen, want daarvoor zijn we hier toch ook. Om te kijken wat voor geluid eruit komt. Het vervelende is natuurlijk wel, jullie gaan natuurlijk niet hetzelfde horen als ik, want jij luistert dit weer over andere speakers, dus je moet me maar een beetje geloven op wat ik zeg. Laten we een game opstarten. Ik dacht van Battlefield 4. Dat is altijd goed, een beetje knallen. Battlefield 4. Goed, Battlefield 4 laat me even in de steek. We komen niet online. What else is nieuw? Maar, PT, de game die je natuurlijk standaard met een headset speelt, die wil je ook hiermee spelen. Je hoort hier de regen vallen, je hoort op de achtergrond hoor je die lamp heen en weer gaan. Af en toe hoor je een baby huilen of je krijgt kleine hints via de audio. Je hoort mensen tegen je praten. Ik schrik er zelfs een beetje van. En je merkt wel dat, ik zit wel wat zachter, dat er een mooi vol geluid komt uit deze soundbar. Veel voller dan uit normaal je tv. Ik moet wel zeggen, het geluid uit een 5.1 zet, zoals ik hier zelf heb staan, een Z5500, als je dan die audio om je heen voelt, is de ervaring veel groter. Uit een headset natuurlijk ook. Maar het is prima, er komt echt een vol dik geluid uit. En je voelt ook als er een deur dicht slaat uit de subwoofer, voel je gewoon de bas. Dat is altijd wel goed. Wat ook tof is, als je voor de alles-in-één oplossing wil gaan en je wil gewoon dit gebruiken als je standaard audio afspeelapparaat. Je kan hem ook Bluetooth verbinden met je telefoon, laptop, iPad, whatever the fuck. Waarmee je dus je muziek en zo mee kan afspelen. Dan druk je hier op de knop Bluetooth pairing. Dan gaat hij op zoek naar je Cinebar 11. Ja, dan is hij verbonden en dan ga je naar je muziek. En dan hoop je dat het werkt. Goed,
Goed, dat is dus muziek. Heel veel laag zit erin, echt heel veel laag. Die subwoofer doet prima, maar je mist gewoon echt de hoge tonen. Dan merk je gewoon dat zo'n soundbar, of deze dan, die is goed geschikt voor tv kijken, goed geschikt voor film kijken, prima voor gaming. Maar als je muziek af gaat spelen en je bent echt een muziekconnoisseur en je wil dit ook echt gaan gebruiken als je muziekdevice, ja, je mist gewoon echt die hoge tonen. Je kan natuurlijk wel wat gaan tweaken op je afspeel deviceje of in het ding zelf, maar ik mis het echt. Voor muziek miste ik de hoge tonen en dat vind ik gewoon jammer. Goed, dat was de Cinebar 11. We hebben natuurlijk even heel kort een game gespeeld, wat muziek geluisterd. Ik heb hem hier natuurlijk wel al wat langer getest. Maar dat was niet de enige die ik hier heb. Ik heb er nog eentje en die is wat groter. Ik zal hem er even bij pakken. Voor als je voor het wat grotere werk wil gaan. De andere die ik hier heb, dus de Teuvel Cinebar 52 THX. Dat is geen kleine cinebar, dus deze plaats je niet zomaar onder je tv, want dan bedekt je meteen je halve scherm. Deze zou je bijna echt meteen op moeten hangen aan de muur. Er zitten ook twee haken al aan bevestigd, dus je zou hem meteen kunnen ophangen. Dit is een flinke unit, hij is ook flink zwaar. En hij is ook een stuk duurder, want die we daarnet hebben aangesloten, de 11, die is €400. Deze is €900. Dat is natuurlijk een hele andere prijskategorie. Je krijgt ook een hele andere speaker voor. Er zit ook een subwoofer bij, die is nog bijna groter dan deze. Maar als we hem dan omdraaien, dan zie je ook meteen, dat ding is zwaar ook. Er zitten heel veel aansluitingen op. Op de Cinebar 11 die we net hebben aangesloten, zat eigenlijk alleen maar een optische aansluiting en een HDMI in en uit. Deze heeft al vier HDMI in. Dus je kan vier verschillende apparaten op aansluiten. Twee optische ingangen, een aux ingang, coax ingang. En misschien nog wel het belangrijkste, wat ik zo fijn vond aan deze unit. De subwoofer is draadloos, maar bij deze is hij bedraad. Dat vind ik op zich wel jammer. En de opties die deze hebben, bijvoorbeeld de pair met een Bluetooth device, heeft deze dan weer niet. Dus dat vind ik raar en dat vind ik jammer. Maar laten we hem even aansluiten. Goed, dan hebben we hem aangesloten. Aansluiten is gewoon plug and play. Ik heb hem nu optisch aangesloten. Dus optische kabel erin, stroomkabel erin. Kabel van soundbar naar subwoofer. En gaan we die maar aan. Even een goede source selecteren en go. En ik kijk nu even de cameraman aan en je hoort al meteen veel meer verschil met die andere. Hè? Veel meer detail in het geluid. Ja, je hoort echt dingen die je bij die andere speakers niet hoorde, die ik ook niet uit mijn 5.1 setje hoorde. En zelfs niet toen ik dit speelde met een headset. Zoveel gelaagdheid in het geluid. Echt insane. De kraakjes die ik nog niet eerder in deze game heb gehoord. Holy shit. De regen klinkt serieus veel beter dan een kwartier geleden. Het is echt insane. Goed, we zijn even terug naar de open haard en we gaan hem even afsluiten. We hebben vandaag twee cinebars of soundbars geprobeerd. Je hebt ze natuurlijk van elke fabrikant, van Samsung, van Philips, van Bose, elke audiofabrikant heeft al deze units. Maar zijn ze geschikt om videogames op te spelen? Nou, natuurlijk zijn ze daarvoor geschikt, er komt gewoon geluid uit. Maar is het een vervanging van een goede 5.1 of een goede 7.1 surround set of een headset? Laten we beginnen met deze unit. Hij is €900. Dat vind ik echt belachelijk veel geld. Het is echt, kan je het mooi noemen? Ja, ik weet niet. Hij is helemaal van aluminium. Dat is wel tof. Hij is plug and play. Je sluit hem zo aan. Er zitten beugels achterop, dus je hangt er zo aan de muur. Maar deze unit
wat ze een subwoofer noemen en wat het ook is, die is bedraad. Dus hij is gigantisch en er staat gewoon een gigantische blok achter je naast je tv. Dat is gewoon jammer. Je moffelt hem niet weg achter je bank. Dus dat vind ik gewoon heel erg jammer. En die prijs, ja, dat is ook wel heel erg duur. Maar komt er een goed geluid uit? Zeker weten, voor films, ja, het is heel mooi. Voor games weet ik het nog niet. Er komt een heel diep geluid uit. We waren net PT Demo aan het spelen. Je voelt het bijna, maar je hoort ook die gelaagdheid in het geluid. En zoveel detail bijna in het geluid. Het is bijna ziekelijk om te zien. Maar als je dan weer multiplayer games zoals Battlefield of Call of Duty aan het spelen bent. Het is virtual surround, nog geen echt surround. Dus dat vind ik dan nog steeds wel een beetje jammer. Maar daarvoor is het misschien ook een soundbar. Ik zou dan misschien zelf eerder gaan voor zo'n formaatje. Deze is dan €400 van Teufel. Staat prima onder je tv. Hij is gewoon niet te groot. Hij is makkelijk aan te sluiten. De subwoofer draadloos, dus die zet je gewoon ergens achter de bank. Zie je niet meer. Het enige jammer vind ik afstandsbediening. Doe er gewoon even een mooi afstandsbedieningetje bij. In plaats van zoiets, weet je. Dat is gewoon mooier. En ik mis echt de hoge tonen als ik muziek aan het luisteren ben. En dat is dan de enige kritiek die ik op kan leveren. Maar is het geschikt voor gaming? Ja, het kan. Maar zou ik er zelf voor gaan? Nou, ik hou het gewoon lekker bij mijn 5.1 surround set. En als ik echt goede audio wil, dan ga ik gewoon zelf, toch wel denk ik, nog steeds gewoon voor de headset. Een goede headset. Blijft nog steeds het lekkerste.